gaan toenemen. Misschien wat het getal of het aantal mensen wat nu in Nederland op 70 miljoen inwoners DNC heeft en naar welke aantallen we toe gaan in de toekomst met een ouder wordende bevolking? Op dit moment zijn er 290.000 mensen met dementie. En in de toekomst hebben we natuurlijk dat er meer ouderen zullen zijn en dat we met z'n allen steeds ouder worden. Dat noemen we de dubbele vergrijzing. En dat betekent dat dementie ook nog meer zal voorkomen. Toch lijken de getallen erop te wijzen dat het niet zo erg wordt dan we een paar jaar geleden dachten. En hoe dat dan weer komt, ja, dat weet ik niet precies. Dus er zijn nog best wel veel onzekerheden over. Ja, dat gaat eigenlijk mijn vraag ook tegenover. Is er een bepaalde leefstijl te bedenken, maar daar moet je dan misschien heel jong mee beginnen, waardoor de kans op de dementie op latere leeftijd zou kunnen verminderen? Dus anders gezegd, kun je door een bepaalde ongezonde stijl van leven, als het ware behalve dat er erfelijkheid in het spel kan zijn, ook zelf dementie als het ware een beetje uitlokken? Is dat wel aan de hand? Bijvoorbeeld bij de vasculaire dementie, die veroorzaakt wordt door kleine infarctjes, kleine beroertetjes in het hoofd. Daar gelden de als leefregels van niet roken, genoeg bewegen, gezond eten. Die dingen die helpen om je brein, je hersenen, gezond te houden. Want je hebt minder kans op hoge bloeddruk en dan heb je minder kans op nieuwe beroertes. Voor de Alzheimer dementie, ik denk dat het belangrijkste is dat je zo lang mogelijk actief blijft. Dus de dingen die je graag doet, blijf die zo lang mogelijk doen. En uiteraard is bewegen en sociale contacten, dat zijn hele belangrijke dingen om te blijven doen zolang het gaat. Ook al heb je daar misschien op een gegeven moment niet meer zoveel zin in, of vind je het spannend om eruit te gaan, dan is het toch wel goed om sociaal actief te blijven, mensen te ontmoeten en iedere dag even naar buiten te gaan. Bewegen, de zon, de wind, de lichaamsbeweging, dat zijn belangrijke dingen. 100% voorkomen, dat gaat niet, zeker niet, maar het kan bijdragen aan, in ieder geval ook aan welzijn. Je ziet soms in families dat mensen ook tegen elkaar zeggen van ja, die en die hebben het al gehad en misschien ben ik straks ook aan de beurt. Als ik in mijn eigen familie of die van mijn schoonmoeder bijvoorbeeld kijk, dan op een gezin van 6 kinderen hebben er 5 te maken gekregen met dementie. Dan gooi je aan de andere kant ook vaak geluiden uit de medische hoek. Nou, die erfelijkheid die is er misschien wel, maar hij is niet zo heftig als wel eens zou lijken in individuele families. Kun je daar iets meer over vertellen? Alzheimer en dementie wordt in 75 plekken in het DNA heb je daar verschillen in. Dus dat betekent dat op heel veel van die plekjes, van die 75 plekken, iets fout moet zijn gegaan om dementie te krijgen. Inderdaad, het klopt. De meeste vormen van dementie zijn niet erfelijk. En als je familieleden hebt waar wel, net werd gezegd dat de kans dat je in je leven dementie krijgt is ongeveer 20%. Dus 1 op de 5 Nederlanders zal waarschijnlijk in zijn leven dementie krijgen. En als je in je familie mensen hebt met dementie, dan is dat percentage van 20%, wordt dan maar een paar procenten meer. Het is niet zo heel veel, dat zou je wel denken, maar dat valt dus tegen. Als je dat goed uitzoekt, dan is het niet zo erg. Behalve bij de jonge mensen, dus als ze onder de 65 zijn en ze hebben Alzheimer of frontotemporale dementie. Dankjewel. We zijn nu 20 minuten verder, dat is niet veel, bijna 25 minuten. Maar ik heb er een paar dingen. Ik heb even de aandacht voor de vraag, als je het goed vindt, Marleen. Het ene is
Er zijn heel veel vragen die opkomen naar aanleiding van een kort vraaggesprek. En wat we bedacht hebben is op elke tafel een bloknootje neer te leggen met een pen in de juiste kleur van Alzheimer Nederland, waarop u uw schriftelijke vraag kunt noteren. Die halen we dan bij u op en die wordt dan na de pauze, die ongeveer 25 minuten gaat duren en zo meteen begint, wordt die vraag beantwoord. Wat we ook doen is als de schriftelijke vragen beantwoord zijn, dat we de gelegenheid geven aan degenen die dat willen om mondelinge vragen te stellen. En dan komt iemand van de vrijwilligers met de microfoon naar u toe. En dan wordt ook die vraag door Marleen voor u beantwoord. Verder is het zo dat ik nu alvast wil vragen de aandacht voor het volgende onderwerp in het volgende café, hier weer op deze plaats op 13 juli, woensdagmiddag 13 juli. En ook weer om 2:30, maar de zaal zal open om 14:00. En dan gaat het over dementie en de rol van de huisarts. Want de huisarts is toch heel vaak het eerste aanspreekpunt wanneer dit soort dingen gebeuren. Dat zal weer wat publiciteit overkomen, maar als u daar agenda bij heeft of een goed geheugen heeft, dan kunt u dat gewoon onthouden. En dan hopen wij iedereen hier weer terug te zien en nog een heleboel andere belangstellenden erbij. We hebben nog twee andere dingetjes. Er zijn ook een aantal professionals, zorgverleners in de zaal aanwezig. Of mensen die misschien even aan wil spreken, waar u uw verhaal mee wil delen of aan wie u een vraag kwijt wil. Ik noem ze even op met het risico dat ik iemand vergeet. Ik heb Maarten Eliens, zorgtrajectbegeleider netwerk 100. Zal ik even staan bij Maarten? Dan heb ik Maaike Martens. Ja. Ik heb de regiocoördinator van Alzheimer Nederland, Zuidoost-Nederland. Dat is Margaret Ooms, ze staat al. Ik heb Mirjam Wijma. Zij is actief betrokken bij de dementievriendelijke gemeente Bergendal. Ik weet niet, Mirjam, maak ook een korte samenvatting van wat hier allemaal gebeurt vanmiddag. En ik heb de gemeente Bergendal, waar we allemaal bij horen, Irma van Schuur als wethouder en haar rechterhand Helen Schot, beleidsmedewerker. Ze gaat over ouderenzorg, maar ook over participatie. En we zijn een participatie in de samenleving. Dus Helen heeft het druk genoeg. Ben ik nog een professional vergeten misschien? Excuses daarvoor, maar ik heb even een mondje gemaakt. Maar nee, dan is dat niet te bedenken. Nog een slotvraag aan jou, Marleen. Het kan zijn dat ik een vraag waarvan je zegt dat gesteld moet worden, niet gesteld heb. En als dat zo is, dan...